Nijntje, Nijntje, roept moeder Pluis. Het is tijd om op te staan, de zon schijnt. Maar Nijntje staat niet op. Moeder roept nog eens. Nijntje, het is tijd om op te staan. Moeder Pluis loopt Nijntjes kamer binnen en ziet meteen dat Nijntje zich niet goed voelt. Ze voelt aan Nijntjes voorhoofd. Ik denk dat je koorts hebt, Nijntje. Ik ga je temperatuur opnemen. Ze haalt een thermometer en stopt die onder Nijntjes arm. Moeder Pluis kijkt op de thermometer. Oh, lieve Nijntje, je hebt koorts. Nijntje zucht. Oh, moeder, ik heb het warm en koud tegelijk. Ja, zegt moeder, dat komt omdat je koorts hebt. Ik haal een extra deken voor je en ook een beetje water. Als je koorts hebt, moet je veel drinken. En ik zal je ontbijt op bed brengen. Heb je daar zin in? Ik heb helemaal geen honger, zegt Nijntje. Als je geen honger hebt, dan heb je zeker de griep. Wie zou daar zo vroeg zijn? Zegt Nijntjes moeder. Ze loopt naar de deur. Het is Aagje, de vriendin van Nijntje. Kan Nijntje buiten komen spelen, mevrouw Pluis? Vraagt ze. Dat is een leuk idee, Aagje, zegt moeder Pluis. Maar Nijntje ligt nog in bed. Ze heeft koorts. Hopelijk voelt ze zich morgen weer wat beter. Een uur later gaat opnieuw de bel. Moeder Pluis doet de deur open en daar staan Boris en Barbara Beer. Ze willen ook op bezoek bij Nijntje. Maar Nijntje ligt nog steeds in bed. Griep is besmettelijk, Boris en Barbara, zegt moeder Pluis. Jullie kunnen nu niet op bezoek komen. Boris en Barbara lopen bedroefd weg. Moeder kijkt om het hoekje van Nijntjes kamer en ziet dat ze nog steeds slaapt. Dan gaat opnieuw de bel. Wie kan het deze keer zijn? Zegt moeder. Moeder Pluis doet de deur open. Daar staan Boris, Barbara en ook Aagje weer. Jullie weten toch dat Nijntje ziek is? Waarom zijn jullie teruggekomen? We hebben iets meegenomen voor Nijntje, roepen ze in koor. We willen dat ze snel beter wordt. We hebben fruit gekocht. Appels, druiven en tomaten. Dankjewel, zegt moeder Pluis. Fruit is gezond. Ik zal het meteen naar haar toe brengen. Moeder Pluis brengt het fruit naar Nijntje, die maar wat blij is met zulke lieve vriendjes. Ze eet meteen een appel op. Heerlijk. Nijntje voelt zich al een stukje beter. En inderdaad, de volgende ochtend voelt ze zich veel beter. En snel kan ze weer buiten spelen met haar vriendjes. Op een dag komt Nijntje uit school. Ze loopt naar de keuken en ziet dat haar moeder de tafel afruimt. Hallo, moeder, zegt Nijntje. Hallo, Nijntje, zegt moeder. Toen jij op school was, had ik visite. We hebben thee gedronken en koekjes gegeten en ik heb je tekeningen laten zien. Nu ga ik afwassen en opruimen. Zal ik je helpen met de afwas? Vraagt Nijntje. Graag, zegt moeder Pluis. Leg je wel alles op zijn plaats? De vorken bij de vorken.
de lepels bij de lepels en de bekers bij de bekers. Nijntje vindt het leuk om te helpen. Moeder was de vorken, de lepels en de bekers. En Nijntje droogt voorzichtig alles af. Daarna bergt ze alles op. 4 vorken. Nijntje legt ze netjes in de la. 4 lepels. Die legt Nijntje ook netjes op hun plek. Maar er zijn maar 3 bekers. 1, 2, 3. Moeder, zegt Nijntje. Er zijn 4 vorken en er zijn 4 lepels. Maar er zijn maar 3 bekers. Oh, zegt moeder Pluis. Waar is de 4e beker? Hij ligt niet in de gootsteen. Ik ga hem wel zoeken, zegt Nijntje. Nijntje zoekt door de hele keuken. De beker staat niet op het aanrecht en zit ook niet in de pan. Hij staat niet in de kast. De beker is nergens te vinden. Ik kan hem niet vinden, zegt Nijntje. Zegt moeder. Heb ik hem op tafel laten staan? Maar de beker staat ook niet op tafel. Kijk, moeder. Mijn tekeningen liggen wel op tafel, zegt Nijntje. Ja, zegt moeder. Die heb ik meegenomen van je kamer. Wil jij ze even terugleggen? Nijntje pakt haar tekeningen en gaat naar haar kamer. Ze legt haar tekeningen op de plank waar ze al haar spulletjes bewaart. En wat ziet ze? De beker staat op de plank. Moeder, moeder, roept Nijntje. Ik heb de beker gevonden. Oh, wat dom van me, zegt moeder Pluis. Toen ik je tekeningen ging halen, had ik een beker thee in mijn hand. Ik moet hem op de plank gezet hebben. Nu hebben we weer 4 bekers. Dank je wel, Nijntje. Eén, twee, drie, vier. Het is een mooie dag. Nijntje wil graag met Snuffy spelen. Ze gaat op zoek naar haar vriendje. Ze roept: Snuffy! Snuffy, waar ben je? Ze kijkt voor het huis. Ze kijkt achter het huis. En ze kijkt achter de boom. Maar geen Snuffy. Nijntje roept steeds harder. Snuffy! Snuffy, waar ben je? Dan ziet ze plotseling iets bewegen achter de heuvel. En ja hoor, het is Snuffy. Oh, ik ben zo blij dat je me hoorde, zegt Nijntje. Ik zag je niet. Maar nu ben je hier en kunnen we samen spelen. Heb je daar zin in? Snuffy kwispelt met haar staart en flapt met haar oren. Natuurlijk wil ze met Nijntje spelen. Je zult ook wel honger hebben en dorst, zegt Nijntje. Ik zal eerst wat eten en drinken voor je halen.
Nijntje loopt naar binnen en komt terug met in de ene hand een schaal koekjes en in de andere een kom met water. Snuffy is zo ongeduldig dat ze op en neer springt, waardoor Nijntje de schaal met koekjes laat vallen. Ze rollen allemaal over de grond. Snuffy, roept Nijntje boos. Je moet leren geduld te hebben. Nu liggen alle koekjes op de grond. Nee, Snuffy, zegt Nijntje. Je kan de koekjes niet van de grond eten. Nijntje is niet echt boos op Snuffy, maar ze wil haar iets leren. Snuffy kijkt erg verdrietig. Stil maar, Snuffy, zegt Nijntje. Er zijn nog meer koekjes in de keuken. Als je rustig blijft zitten, dan haal ik ze voor je. Nee, Snuffy, zegt Nijntje. Je moet leren geduld te hebben. Blijf hier zitten. Maar Snuffy wil toch met Nijntje naar binnen. Nee, zegt Nijntje. Je moet hier blijven wachten. Als Nijntje terugkomt met een nieuwe schaal koekjes, springt Snuffy weer omhoog. Nee, zegt Nijntje. Deze keer moet je stil zitten en geduld hebben. Snuffy gaat zitten en wacht geduldig af. Dan geeft Nijntje haar de nieuwe schaal met koekjes. Daarna drinkt Snuffy wat water. En de rest van de middag spelen ze met z'n tweetjes buiten. Nijntje is jarig en moeder heeft een heerlijke chocoladetaart gebakken. Op tafel liggen feestmutsen en gekleurde servetten. En overal in huis hangen slingers. Maar het is al 12 uur. En er is nog niemand voor het feest. Zou er nog wel iemand komen? Vraagt Nijntje zich af. Ze kijkt uit het raam, maar er komt nog niemand aan. Waar is iedereen, moeder? Vraagt Nijntje. We hebben al je vriendjes uitgenodigd, Nijntje, zegt moeder. Ze zullen zo wel komen. Precies op dat moment gaat de bel. Het is Nijntjes vriendin Aagje. Ze heeft een prachtig ingepakt cadeau voor Nijntje meegenomen. Hoi Aagje, roept Nijntje. Jij bent de eerste. Wat een mooi pakje. Wat zit erin? Je moet wachten totdat iedereen er is, Nijntje, zegt Aagje. Dan pas kun je al je pakjes openmaken. Daar gaat opnieuw de bel. Al Nijntjes andere vriendjes staan voor de deur. Petje Big. Knorretje. Boris Beer. En Barbara. Ze hebben allemaal spannende pakjes meegenomen. Laten we eerst taart en ijs eten en daarna de pakjes openmaken, zegt moeder Pluis. Iedereen vindt het goed. Wat zou er toch in die mooie pakjes zitten? Vraagt Nijntje zich af. Wanneer het snoep, de taart en het ijs op is, zegt Aagje. Nu mag je mijn pakje openmaken. Snel maakt Nijntje het pakje open. Er zit een prachtig boek in
en ook een houten plank. Wat een mooi boek, zegt Nijntje. Maar waarvoor is deze plank? Dat zul je wel zien, Nijntje, zegt Aagje. Dan zegt Betje, nu mag je de pakjes van mij en Knorretje openmaken. Nijntje is erg verbaasd als ze nog twee boeken en weer twee houten planken krijgt. Ook Barbara geeft Nijntje een boek en twee planken. Ik snap er niets van, zegt Nijntje. Ik kan de boeken lezen, maar wat moet ik met die planken? Pak nu maar mijn pakje uit, zegt Boris Beer. Dan zul je het zien. Boris geeft Nijntje alleen een envelop. Als Nijntje de envelop openmaakt, begrijpt ze het. Er zit een tekening in van een boekenkast. We helpen je hem in elkaar te zetten, zegt Boris. En al snel heeft Nijntje een prachtige boekenkast. Alle planken passen precies. Net wat ik nodig had, zegt Nijntje blij. Een kast voor alle boeken en mijn speelgoed. Dank je wel voor deze mooie verrassing. Tante Trijn was vroeger balletdanseres. Ze houdt nog steeds veel van dansen. Op een dag besluit ze balletles te gaan geven aan Nijntje en haar vriendinnen. Op een zaterdagochtend gaan Nijntje, Willemijn, Nina en Aagje voor hun eerste balletles naar het huis van Tante Trijn boven op de heuvel. Eerst krijgen ze allemaal van Tante Trijn iets lekkers. Chocolademelk met een koekje. Als ze zich omgekleed hebben, zijn ze klaar om te beginnen. Dansen lijkt makkelijk, zegt Tante Trijn. Maar het is heel moeilijk. Je moet goed je best doen om de juiste pasjes te leren. Ik zal het eerst voordoen. Nu kunnen jullie het samen proberen. Het is wel moeilijk. Pas als Tante Trijn meespeelt op de piano, lukt het eindelijk. Goed zo. Nu zal ik laten zien hoe je een rondje kunt draaien zonder te vallen. Soms word je er moe van, zegt Tante Trijn. Maar als jullie echte danseresjes zijn, word je er ook blij van. Elke zaterdag gaan ze oefenen. Ze springen en draaien en bewegen heel mooi. Ze dansen op de maat van de muziek. Hard werken. Maar het is ook heel leuk. Nijntje probeert heel mooi te staan. Ze is best trots op zichzelf. Ze is benieuwd of Boris Beer ook kan dansen. En ze vraagt aan Tante Trijn. Is dansen alleen voor meisjes? Natuurlijk niet, zegt Tante Trijn. Dansen is voor iedereen. Sommige van de beste dansers zijn jongens. Van dansen worden ze sterk en lenig. Ik ga aan Boris en Barbara vragen of ze ook met onze dansles mee willen doen. Ja, zegt Tante Trijn.
Met een grote groep kunnen we een dansuitvoering maken voor alle ouders. Die vinden het vast heel leuk om te zien hoe goed jullie kunnen dansen. De vriendinnen oefenen heel hard op hun dansje. Nijntje hoopt dat Boris ook wil leren dansen. Maar als ze bij hem op bezoek gaat, ontdekt ze dat Boris al heel goed kan dansen. Kijk, ook Betje is er weer lekker.